morning, yoga teentje training, dag 8. Mediteren is eigenlijk een techniek waarbij je je gedachten zo stil mogelijk probeert te krijgen. Hiervoor gebruik je over het algemeen een mantra. Dat is dus een woord of een zin die je de hele tijd herhaalt. En hiermee is het makkelijker om je gedachten zeg maar soort van te negeren of op te lossen of gewoon te stoppen. Weet je wel wat ik zei over die raketten? Als ze eenmaal komen, dan is er bijna geen houden aan. Je kan ook mediteren zonder zeg maar een woord. Je kan gewoon stilzitten en proberen je gedachten stil te krijgen, maar dat is veel moeilijker. Oh, de zon schijnt echt super fel. Op Instagram kan je zien hoe Saji mediteert. Ik zit er absoluut niet zo bij. Ik zit gewoon op een stoel. We zijn bezig met de asanas. Epic uitspraak van Saji. Als je denkt dat je iets niet kan, dan kan je het niet. Maar meestal kan je dingen niet omdat je iets verkeerd doet. Dus de volgende keer dat je denkt, ik kan dit niet, moet je eigenlijk denken, wat doe ik verkeerd, waardoor het niet lukt. Wow. Scorpion met lotus. Goals. Nieuwe niveaus van pijn. Halve lotus en dan moet je dus naar voren buigen en je tenen pakken. Halve lotus, check. Oh, ik probeer mijn benen omlaag te krijgen. Dat is al sowieso een dingetje. En dan dus... Ah, oh, hi. Dit is wel vertaald. Ik denk aan de pijn. Check hoe hoog Roberto's benen komen. Je kan dus helemaal zo. Als je maar gewoon lang genoeg blijft oefenen. In bepaald licht heb ik echt zoveel rimpels. Oké, ego. Maar goed, er is oprecht geen betere manier om goed wakker te worden. Het is zo nice. Ik heb weer middagpauze. Yay! Hoe je trouwens verder kan komen in dingen die je moeilijk vindt of pijnlijk of gewoon letterlijk fysiek pijnlijk, is door goed adem te halen. En elke vrouw die een kind gebaard heeft, weet dat goed ademen de pijn verleert. Plus, ik weet niet of je wel eens iets hebt gebroken of een blessure hebt gehad of zo. Maar heb je wel eens gemerkt dat als je dan... Je hebt vette pijn, maar op het moment dat je bent afgeleid, omdat je met iemand praat of omdat je tv aan het kijken bent, filmen of zo, dat je die pijn dan niet voelt. Yup, afleiding is een natuurlijke verdoving. Dus daarom zeg ik van, als ik mijn camera erbij hou, dan voel ik die pijn in die houding niet. En dan kan ik gewoon weer verder. Saadje was vanochtend trouwens weer bezig hoor, met zijn Jedi Mind Tricks. En je ziet het gewoon gebeuren. En je ziet mensen ook gewoon, zeg maar, hun gezicht vertrekken. Omdat ze, ja, kwaad worden. En je denkt, nee, doe het niet. Nee, it's not real. Ik hoop echt oprecht dat ik er zelf niet nog een keer intrap. Maar hey, ik ben ook maar een mens, dus wie weet. Deze kat heeft echt het schattigste miauwtje ooit. Miauw, miauw. Ja, nu klinkt hij een beetje gemeen. Dat was echt heel schattig. Wat doe je nou? Ben je schor of zo? Zie je, dat is vet schattig. Check deze auto. Ik heb hem vaker zien rondrijden. Hier is het absoluut geen oldtimer. Hij rijdt gewoon rond als een soort van awesome auto. Ga je roepen. Nou, zo grappig. Die jongen komt net langs fietsen en hij zegt zo, 5 rupees please, 5 rupees. Soms vragen ze dus geld omdat je een foto van iemand maakt. Maar ik dacht echt, dude. Ik ben jou niet eens aan het filmen. Grapjas. Dit vind ik echt zo leuk aan India. Echt waar. China was al eigenlijk te gek voor woorden. Met avontuur op elke straathoek en alles vreemd en blablabla. Maar India is gewoon whole other. Weet je, China was gewoon een andere planeet. Maar India is gewoon een whole other galaxy. Het is hier zo cool. Wow, dat mensen nog met de hand metselen, joh. Wauw. In Yugo doen ze dat ook nog. Mijn opa die was metselaar. Tenminste, hij was een soort van... Hij kon nog veel meer. Hij kon hele huizen in elkaar zetten. Hoe cool. Hallo Roberto. Hey, are you ready for this afternoon? Yeah. For the Jedi Mind Tricks? Yes. Ik ben benieuwd of we deze keer wel 3 uur gaan mediteren. Sleep and wake up. That's sleeping time, preparing, and also what we are trying right now is our textbooks next time. Otherwise, it's class if you go to other people's. Oh, wait. Am I saying this correct? No. Change the palm.
Super vet. Vinya, de dokter van Saji, doet choreografie voor Indian dance. En nu is ze Luna aan het leren. 3 dots. 1, 2, 3, 4. What? Oh, wow. And I'll just need the coordination. Check dit. Check dit. Hoe vet is dit? Oh. You see my hand? 1, 2, 3, 4. What? Kijk hoe tof dit is. Wow, this is really cool. I love it. Wow. En dit is dus de performance die ze nadoet. En het is helemaal sync. It's all in sync. It's so cool. Wow. Hoe tof was dat? Ze kan echt heel goed dansen. Morgen ben ik eigenlijk vrij, maar ik ga toch 's ochtends gewoon mijn eigen yogales doen. Dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Welterusten en tot morgen.